In een dode arm van de Maas, tussen Dreumel en Maasbommel, ligt een krakkemikkig vlothuisje. Hier woont Gert Hanegraaf, een echte levenskunstenaar die zich omringt met zijn eigen wijze spreuken. Nou, wat een prachtig gezicht is dit. Ik ben het bordje aan het uitzagen. Ik dacht net helemaal leuk. Het leven van de bloemen gaat naar de knoppen. Ik dacht, hé, dat komt er mooi uit. Hi. Jij bent Joris, hè? Ik ben Joris. Veel over je gehoord. Oh ja? Op tv wel een keer gezien. Maar niet vaak, want ja, ik heb zelf geen tv, maar... En jij bent Gert? Ik ben Gert, ja. Ja. Toevallig ben ik thuis. Ja, nou, dat komt goed uit. En thuis is hier dus? Dat is hier, tenminste. Prachtig, zeg. De helft van het jaar hier en de helft van het jaar ook Frankrijk. Het is een beetje om en om. En hier is dan in dit bootje? Of, ja, wat is het eigenlijk? Een vlot? Ja, vlot, bootje, huisje, hut, ik weet hoe je het noemen moet, maar in ieder geval. En je woont helemaal alleen? Ik woon helemaal alleen, ja. Oké. Maar ik heb mijn eigen centrum, dat vind ik belangrijk. Dat ik in ieder geval mijn eigen terug kan trekken, dat ik mijn eigen, vanuit mezelf de wereld tegemoet kan treden. Je eigen centrum? Dat is dus mijn bootje, snap je? En van daaruit heb ik veel vrienden om me heen. Het is eigenlijk het centrum van jouw universum? Van mijn universum, ja. En je was bezig iets te zagen, wat, ja. Wat moet dat worden? Ja, dit is dan een van de spreuken. En aldoende dacht ik, hé, wel leuk. Het leven van het bloemen gaat naar de knoppen. Dat komt mooi uit. Dat vond ik wel een goeie. Maar jij filosofeert graag? Ik filosofeer graag, ja. Want dat is wat je doet, deze prachtige bordjes maken met spreuken erop en zo. Dat is iets van de laatste 5, 6, 7 jaar. Ja. Alles verandert een beetje. Maar... En verdien je daar dan geld mee? Nee, voor een schoonheid dingen. En hoe heb je dan geld? De laatste jaar heb ik de accordeon ontdekt. En dan speel ik even een paar liedjes op de markt en zo. En daar krijg je dan geld voor? Daar krijg je geld voor. En dat is voor mij weer genoeg. Daar leef je gewoon van? Daar leef ik gewoon van, ja. Je leeft van de muziek? Leef van de muziek, letterlijk en figuurlijk. Dat is toch fantastisch? En dan ben ik ook wel een blij mens. Het is een hobby, een betaalde hobby, laat ik zo stellen. Maar als je ergens een paar uur speelt, een middag speelt, dat levert echt ook veel op? Ja, dat levert veel op of niet veel wat je nodig hebt. De ene keer is 10 euro of 5 gulden, ja, je weet het niet. Maar het gaat om de tevredenheid. Ik kan dan lekker verf kopen weer, om wat weer aan de schilderen. En mooie wol, ik ben gek op kleuren in de vorm van breien en zo. Vind ik ja, ik zie ook, je hebt een prachtige trui. Ja, dat is een van mijn mooiere truien, vind ik, ja. Katoen, veel kleurig, zelf gemaakt. Hou ik van, zelf gemaakt, ja. Maar dat is ook heel veel werk, zo'n trui breien, denk ik. Veel werk, hoe lang doe je daarover? Nou, meestal anderhalf jaar, maar niet constant, hè. Het is meer eigenlijk werk om, als nou de kachel aan is, was vandaag. Als jullie er niet geweest waren, dan had ik hier zelf bij de kachel gezeten. En dan ging ik stukjes breien en zo. Maar dan doe je anderhalf jaar over een trui. Zo'n prachtige trui. Deze trui anderhalf jaar gedaan, deze ook anderhalf jaar. Hier is er nog een. Ja. En nu ben ik er eentje bezig en die gaat wel, tot nu toe heel erg snel. Dan ben ik helemaal in trance. Vind ik zo'n prachtige trui dit. Want deze dat is kleuren, die. Vind ik mooi. Met dat kruis erop. Ja, en dat maakt me eigenlijk, moet ik zeggen, het ging niet zo goed met mij. Ik ben helemaal weer blij door die kleurenwereld hier. Dus nu ben ik weer, ja, dat is kleurentherapie voor mij eigenlijk, breien. Net als schilderen, breien. Meestal is het breiwerk een breiwerk in het breiwerk zelf. Is een draad in het breiwerk van het leven. Ontroert ook? En soms ontroert het me ook, ja. Ja. Vooral deze trui vind ik nog iets apart hebben met het kruis erin. Dat is echt een heel bepaalde uitdrukking ook, ja. Waarom staat er zo'n kruis daar op die trui? Ja, eerst als ik begin met de trui weet ik nooit waarom het zo is. Dat weet ik niet. Dat ontstaat vanzelf? Ik begin creatief met het begin. En dan ben ik dan mee bezig en dan begin ik met één kant. Hè. Dus dat was dit. Die is nog helemaal af. Dat is de achterkant? Dat is, ja, dat was de voorkant. Dat is een kant en ik dacht, ja, dat zal er wel de achterkant worden. Meestal wordt de andere kant toch mooier weer. Dus ben ik met dit begonnen. En ook omdat ik erg van vlinders hou, dacht ik, laat ik hier maar eens een vlinder in maken een keer. Ja. Dit is één vlinder geworden. En het omheen, omhullende patroon is dit.